aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Haak. Die wil ik wel even. Ik ga dus naar Diana even vragen van wie ik dat eigenlijk moet doen en waar verrek het eigenlijk is. Jongen, hier was ze dit heel trainen of zo. Die vrouw is altijd aan het werken, dus dat is niet te geloven. Hè. Is niet te geloven. Och, daar heb ik hem gevonden. Hallo Diana. Hallo. Ik wou me net aan daar vragen als ik nog eens een haag wil planten. Hè. Ja. Je hield het ook in de winter en dan wie hoog groeit, die kunt je ook zo laten groeien als ik wil. Dat kent zeker Ton. Even voorbeeld, we hebben beukhaag. Ja. Beukhaag, dat is een haag met beukenblaadjes die wat broenswintjes blijft. Mm-hmm. En dadelijk ergens april, mei, dan gaat dat blaad wisselen, krijgt er ook weer een fris groen blaad. Oké. En dan werd die haag werd dan mooi dicht. Ja, en die haag werd mooi dicht. En s'winters kent ze er ook binnen niet doorheen kijken, want het blaadje blijft eraan, alleen het wordt broen. Dat is interessant dat, dat je er niet doorheen kunt kijken. Ja. Daar gaat het me eigenlijk op. Mm-hmm. En dan moet ik me eigenlijk bij dit soort plant haaien. Er zijn natuurlijk nog tig soorten hagen. Wat groenblievend zijn, blaadverlezend zijn, met bleu, zongerbleu. Vreugenblaad komen, lang een blaad blieven. En dit is eigenlijk een van de meest gezatte hagen. Wie hoort die plant ook weer? Dit is de beukhaag. Op zijn Latijns fagus. Ja. Ja. En dit is een haagbeukton. Oh, dat is net andersom. Ja, dat is net andersom. Haagbeuk en beukhaag. Beukhaag blijft het blaad ophouden, zwintjers, het wordt broen. Mm. En haagbeuk verlust het blaad, zwintjers. Dus dan kijk ze ook doorheen. Het verschil hier tussen is de haagbeuk een heel vreugend blaad, blijft ook heel lang een blaad zitten. Terwijl beukhaag broen wordt, zwintjers, en gaat later in het groene blaad gaat komen. Nou, ja, ik weet nog niet welke optie ik pak. Wie was het ook alweer? Dat was... Haagbeuk. Haagbeuk. En dat is beukhaag. Beukhaag. Als ik niet wil, dat ze bij mij in de hoofd kijken. Dat wil ik niet. Ik pak natuurlijk deze. Hè. Beukhaag. Of niet? Ja. Ja, zus genoeg. Ik weet het al. Ik heb helemaal goed. Ja. Dat is een behoorlijk groot... terrein is ik. Ja, bij een kwestie heb ik het plaats nodig. Ik kom dat toch, ja, toch zo lang staan eigenlijk, voor dat ze een beetje verkoopbaar zijn. Hier is Usse trouwens goed. Dit stuk dat staat nu 3 jaar. Dus 3 jaar geleden is het aangepakt. Ja. Als we hier een beetje verder komen, dan komen we wat 2 jaar geleden is aangepakt. Ja, dus deze blok zo'n beetje niet. Tot die ver aan die groenblievende buim. En die ver is een blok wat vorig jaar is aangepakt. Deze zijn vandaag aangepoord hier? Dit paar rieken hier hebben ze nu vandaag gepoord, ja. Ja. En gaat dat machinaal of wie gaat dat eigenlijk? Dat gaat machinaal. Dus dat groent wat ze nu op gepoord werden, dat heeft 4-5 jaar brak gelegen eigenlijk. Dan doen we nog 4-5 jaar de groent aanplantje met groenbemesting. En dat wordt dan ieder jaar omgedaan, om goed gaat rottigheid, weer nu voeding in dat groent. Die kreeg dat groentje natuurlijk 10 jaar. Volgens stangen het alleen maar moeten geven. En, ja, we moeten natuurlijk ook een paar jaar investeren om dan weer op rust te laten komen. Dat het bodemleven zich weer opnieuw gaat ontwikkelen en alles. En dan wordt het klaargemaakt. Dus dan doen we de grond eerst even woelen. Dan wordt er zo diep losgetrokken met van die grote ijzeren pinnen. Dan wordt er gefrezen boven. En dan kunnen we dadelijk het poortmachine en de poortje en rieken van rieken op. Ja. Deze zijn vandaag gepoord, wanneer gaan ze naar de client her? Een beetje afhankelijk van soort. De ene groeit het sneller als een andere, maar hier beginnen we de eerste beginnen we na 3-4 jaar, 3 tot 5 jaar beginnen die eerste uitgedaan te werden. Ja, het ligt er ook aan wie groot ze wil hebben. Ja, ja. En dan de laatste is al zo na 10-12 jaar van dit stuk afkomen. Ja. Nou, het is weer helemaal duidelijk. Buim groeien niet van alleen. Ja. Heb je ook een vraag voor Bjurg in de tuin? Loop gewoon een keer binnen bij Henry en Diana, bij Limburgplant. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.